Ik heb hier kippenbouten en die kippenbouten, daar ga ik het vlees afhalen. Ik ga dat marineren in yoghurt en citroen. Dat is 2 maal zuur en door dat zuur gaat dat eigenlijk garen op een of andere manier. Voilà, ik haal het vlees van het been. Het is ook belangrijk dat je het vel er mooi aanlaat. Dat wordt lekker krokant. Als je wilt dat de kip gelijkmatig gaart, dan moet je ervoor zorgen dat alle stukken even groot zijn. Voilà, vervolgens gaan we die kip marineren met yoghurt en met citroen, samen met de gember. Er mag flink wat peper en zout op. Het is heel belangrijk dat die pot echt tot aan de rand gevuld wordt, zodat die helemaal luchtledig is. Morgen gaan we daar spiesjes van maken, grillen op de barbecue of wokken boven de kolen.